Hans, kun je mij iets zeggen over paniekaanval? Ja, daar ben ik groot fan van. Wat wil je erover weten? Ja, ongeveer 1,5 jaar geleden ben ik vrij ernstig ziek geworden. Ik ben intussen veel beter, maar moet onder controle blijven. Je kent dat wel zo, de medische wereld zo. Weet je, in het begin is dat, pas binnen 3 maanden. Dat lijkt nog, en dat gaat. Nu is dat 12 oktober en dat begint al, hè. En dat neemt zo'n afmetingen aan. Ik besef dat wel. Mm-hmm. En ik besef ook dat dat is zo precies alsof ik mij wil voorbereiden op slecht nieuws. Ik dat al wil, maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Mm-hmm. Maar ik word daar gek van, want dat gaat gepaard met zweetaanvallen, met van alles en ik weet daar geen weg mee. Niettegenstaande het besef er is van, ja, dat is iets dat, ik heb dat vroeger nooit gekend, mm-hmm, maar dat meester is over mezelf. Nee, je zit al daar al heel veel van weet, want het begint dus altijd met een klein dingetje. En dan bouwt het op en het bouwt op. En dus iedere keer als we het als het ware niet adresseren, dus geen contact ermee maken, het niet helemaal durven voelen, dan krijgt het de kans te gaan stapelen en erger te worden. Dus de uitnodiging is altijd eerst even gewoon uitzoomen, relax. Hoe sterk angst ook is, het blijft een waarneming. Wat je bent gaat er al vooraf. Dus dat is goed om te realiseren. En vervolgens, van als die energie er is, want angst is eigenlijk alleen energie, voel het. In plaats van ermee in gevecht te gaan, want je legt het af. Hoe harder je er tegen vecht, hoe groter het wordt. Dat is wat we kunnen leren. Dus we kunnen er een probleem van maken, of het zien als een mogelijkheid, een uitdaging. Gewoon voelen, kijken en voelen. En dan gaat dat weg. Kijken en voelen. Of het weggaat, we zullen wel zien. Maar het handigste is, of het mooie is, als je kijkt en voelt, dan ben je uit het gevecht. Want het probleem is namelijk niet de angst, maar dat je er tegen vecht. Dat je erin gelooft. Want ik vecht alleen met dingen waar ik in geloof. Dus ik geloof dat het sterker is dan ik. Ik geloof dat het belangrijk is. Ik geloof dat het me te grazen gaat nemen. Ik geloof van alles en nog wat. Als ik ze gewoon zou waarnemen, dan is het gewoon wiebelende energie. Die niet eens een naam heeft eigenlijk. Al gaan zeggen dat het angst is, is al labelen. En dat woord alleen al is al genoeg voor ons om dat te doen. En het omgekeerde kunnen we natuurlijk ook proberen voor degene die van experimenteren houden. Als er een beetje angst is, ga eens gewoon met alles wat in je hebt er tegen vechten. Dus doe er een schepje bovenop, dat kan ook heel leuk zijn. Nog harder proberen het weg te duwen. Kijken wat er gebeurt. Het eigenaardige is, 6 maanden geleden was het zover weer. En ik heb er dan een schepje bovenop gedaan en zo. En om achteraf te constateren, de uitslag was goed. Maar ik leer daar precies niet uit. Daar begint terug. Dus dat schepje er bovenop doen moet heel moedwillig. Het gaat er namelijk om dat het bewust is. Dus je voelt die angst nu bijvoorbeeld. Kom op, daarop af, kijken wat er gebeurt. Ofwel je zoomt totaal uit, of je gaat er gewoon totaal de confrontatie mee aan. Bam! 1 van 2. Niet dat halfzachte gedoe. Of erin, of eruit. En gewoon als experiment om te kijken wat er dan gebeurt. Want nou doen we een beetje zo.
Als we geen verhaal maken, is het heel moeilijk om bang te zijn. Dus, er moet eerst het verhaal gemaakt worden, ik ben dit lichaam. Dat is de eerste. Anders kan ik niet bang zijn. En dan kan ik gaan beginnen met van, oh, misschien is er iets ergs met dit lichaam. En dat betekent dan dus met mij. Maar ik moet eerst dat verhaal in de lucht houden, dat ik dit zou zijn. Want anders kan er met mij niks zijn. En die verhalen die we maken, te beginnen met I'm the body or I'm the body mind, die hebben we helemaal niet in de gaten. Iedereen doet dat, dat is normaal. Als je ziek bent, dan is het potverdorie erg moeilijk om te houden. Je bent niet ziek. Wat jij bent, kan namelijk niet ziek zijn. Ah ja, oké. Ja. Het lichaam is ziek. Ja, want dan is dat moeilijk om... Nee, alleen als je denkt dat je het lichaam bent. Ja. Maar dan denk je dat wel, als je dat voelt. Dat is dus niet nodig. Het gaat er nu om de mogelijkheid in te zien dat dit een verhaal is. En dat verhaal moet je draaiend houden om te kunnen leiden. Anders is er gewoon een mankement. Net als de auto heeft een lekke band. Maar ik ben de auto niet. Dus nou, er kan misschien een nieuwe band op, misschien kan het niet, misschien moet die weggegooid worden, weet ik veel. Maar I'm not my car. Right? Well, I'm not my body too. Dus ik zeg niet, het is er niet. Dat kan ik ook zeggen, dat is een andere aanvliegroute. Maar laten we aanhebben dat er een lichaam is. Ik heb een lichaam, maar ik ben het niet. Dus ik ben niet ziek. Ook niet gezond, het slaat nergens op. I am. Dus pas als ik, wat ik ben, de rug toekeer en ik kruip het lichaam in, grijp dat als identificatie, dan zit ik in de problemen, automatisch. Zelfs als ik niet ziek ben, zit ik dan in de problemen. En we doen dat dus de hele tijd. Dat wat vrij is, open is, vreesloos is, compleet is, heel is, inruilen voor bezorgdheidjes over het lichaam en de centjes en de maatschappelijke positie en dat soort stuff. En dan gaan we heel hard aan die kant zitten prutsen, we zijn ons hele leven mee bezig. Om dat allemaal naar een of ander model op orde te krijgen. En dan kan ik gelukkig zijn als ik dat allemaal voor elkaar heb. Ik draai het liever om. Geluk is geen doel, dat is wat ik ben. Het kost niks. It's already here. En dat lichaam wat ik al 100 jaar zeg, grappenderwijs, is toch ten dode opgeschreven. Dus waarom moet ik me daar druk om maken? Het kapitaal ligt in I am. In awareness. Niet in dit ding. Het is gewoon een ding. Dat is zo mooi. Ik voel dat dat waarheid is, maar ik ben de deur nog niet uit of... Geeft niks. Iedere keer dat je dit voelt, waar we het al over hadden, ook weer op het niveau van het lichaam, maak je andere pathway, een andere verbinding. Iedere keer dat je dat voelt is van belang. En dan weet je het in ieder geval. Dan is het nog niet gerealiseerd in de zin van permanent non-duaal bewustzijn, maar het wordt wel herkend. You know. En dan kun je je er dus ook aan herinneren. Van, oh, wacht even. Is bewustzijn al onder de indruk? Zelfs al valt een arm eraf, weet je wel.
Is dat niet ook een waarneming? Pijn in het lijf. Is dat niet ook een waarneming? Is dat al weg? No, it's not. Het straalt als het ware net zo makkelijk door. Er is geen enkele voorwaarde, niks houden tegen. En de hele grap is ook nog een keer, dat ik me überhaupt kan identificeren met een lichaam, is omdat die awareness er is. Want probeer je maar eens te identificeren zonder zijn. En zelfs al die waanzin kan alleen dankzij dat. Dat is cool. Ik heb nog vragen over de angst waar je net over zat te vertellen. Ik kan naar een horrorfilm kijken en ik weet dat het nep is. En toch vind ik het eng om te kijken. Leuk hè? Ik kan er dus niet bij. Want ik denk, toch vind ik het eng. Ergens identificeer ik me met iets dat ik me heel erg bewust ben dat het nep is. Ja, wat is het probleem? Wat is de vraag? Ik snap niet dat ik bang ben in zo'n situatie. We noemen dat vrijwillige identificatie. Je weet ondersgoed als je naar een film gaat dat het niet de werkelijkheid is. Ja. Maar om een lol aan te hebben moet je je identificeren. Ja. Tijdelijk. Dat is oké, anders is er geen ruk aan. Nou, ik zou ervoor zijn dat mensen dat ook op diezelfde manier doen. In wat ze dan denken dat de realiteit is. Dat ze zich beseffen dat het een vrijwillige beweging is. Waardoor we kunnen genieten van verdriet en vreugde. Want als je niet identificeert, kan dat dus niet. Alleen het punt is, van wij denken dat het normaal is om die hele leven lang geïdentificeerd rond te lopen. Dat is een beetje raar. Dat vind ik raar. Niet dat ik tijdelijk naar een film kijk en oeh, of kijk uit, of godverdomme, dan hebben we die rotzak weer. Dat doe ik ook, vind ik leuk. Ik weet dat het achterlijk is. Maar in het dagelijks leven lukt me dat dus niet. Dan vallen er mensen dood neer en anderen die worden verlicht en toestanden en zo. En ik zit allemaal een beetje van ja, verlicht, doodlevend. Nou, dan ruim ik die troep een beetje op en dan ga ik lekker tv kijken. Maar een beetje zou je dus wel oké zijn, een beetje identificeren. Ja, een klein beetje. Net genoeg om ervan te kunnen genieten. Ja, maar dan is het wel bewust. Weet je wel, niet dat onbewuste geïdentificeerde uit de tijd. Ja, dat is maar in het echt, kan je dat dus ook doen. Ja. Voor de gein. Dus vrij zijn is de keuze om te kunnen identificeren. Ja, dus doen alsof. Ja, want ik hou ook van mijn personage. Ik vind die heel dik in het verhaal super leuk. Dat is fantastisch. Ik denk, wat gaat ze nou nu doen? Right. Dat is ook hard, dat wil ik niet kwijt. Ja, nou ga je daar niet over, of je dat wel of nee, niet kwijt raakt. Maar het voelt soms ook wel pijnlijk, alsof je steeds iets wegrunt of zo. Ja, dat is het wel. Ja. Het is weg. Ja. Er gaat steeds meer af. Ja, maar en toch vind ik haar ook hartstikke leuk. Ja, er is ook niks mis mee. Wat kan en-en? Nee. Alsof het niet en-en kan. Nee, want dat suggereert weer een controle over statische situatie. Maar het is niet statisch. Nee, het is helemaal niet statisch. Nee, daarom dus. En als het eenmaal aan is gegaan, zeg maar, dat virus, dan gaat het niet stoppen. Het is gewoon elke keer opnieuw. Elke keer. Ja. Nog een keer. Ja. Nog een keer. Dat ik wel weet dat het gewoon ook een superleuk verhaal is. Mm-hmm. Of stom. Of, ja. Maar ik vind die liefde is altijd. Maar je zou je kunnen voorstellen, hoewel niemand in de toekomst kan kijken, dat je op een gegeven moment het niet meer interessant vindt. Alles. Wat ik wel merk is dat ik eerst dan nog wel zo gefascineerd door was en nu ontstaat er steeds meer ontspanning. Waarin ik ook denk, ja, nou gewoon even niet hoor, dat personage heel lang. Mm-hmm. En ik merk ook dat mensen die mij kennen al heel lang, dat toch opmerken en raar gaan vinden. Van, heeft die? Mm-hmm. Waarom reageer je niet zoals altijd? Nee, ja. Ja.
En zelf heb ik dat er niet meer door. Ja. Dat raak je dus ook kwijt. Op een gegeven moment dan snap je je eigen aparte situatie alleen maar doordat anderen iets spiegelen. Ja. Want je weet het zelf niet. Nee. En dan beginnen ze ineens, dan komen ze met problemen aan of whatever. En dan heb je zoiets problemen. Hoe dat was dat ook weer? Recht op hebben, dat ik denk. Hm? Ja, recht op je sympathie. Of, als je problemen in elkaar wil knutselen, ja. Prima, maar laat maar er even buiten. Ja. Ja, en dan zeg ik wel ja tegen die mensen en wie wijst die af, maar niet dat gefrut ja, van nee. Ja, voilà. Yes. En sommige maar als je dat dan vaak doet, dan denk ik echt dat je... Ik weet het. Het is ook weer hartstikke leuk. Ja. Yes. Toen een beetje denken misschien aan wat ik doe, telkens in nieuwe situaties en nieuwe dingen. Nou ja, zodat je nooit interesse verliest. Ja, zo kun je het zeggen. Je kunt ook zeggen dat je daarmee gewoon echt zijn vermijdt. Ja, omdat de persoonlijkheid je te interessant is. Ja, en om die dus overeind te houden, dan zijn we bang dat we dat kwijtraken. Maar we kunnen ook gewoon zijn en kijken hoe het spel zich ontvouwt. Zou dat niet interessanter zijn dan de hele tijd toch min of meer iets kunstmatigs in de lucht houden? Op een gegeven moment wordt het een beetje raar. In het begin hebben mensen niet in de gaten dat ze 10 schoteltjes tegelijk in de lucht houden. Maar op het moment dat je dat wel door hebt, dan wordt het toch een raar verhaal. En dan zie je iedereen dat doen, weet je wel. What the fuck? Laat maar vallen. Kijken wat er dan gebeurt. Dan heb je in ieder geval je handen vrij. Dat is insane. Ja, zei je, mensen wel eens tegen mij, lang geleden. Het is net of je ze me niet serieus neemt. Nee, dat klopt ook. Ja, jou wel, maar je verhalen niet. Vonden ze niet allemaal leuk. Vlekken op dan. Dat is eigenlijk niet letterlijk, maar daar komt het wel op neer. Dan lukt het niet meer zo goed om elkaar zijn ego op te blazen de hele tijd. En dat een goed gesprek noemen of iets. Echt niet interessant. Over niet bestaande dingen hebben, over niet bestaande problemen. Niet door een niet bestaande geest eerst gemaakt worden en dan weer opgelost moeten worden. En dan moet je dan ook nog wel assisteren. Of, laten uithuilen en zo. Creëer die shit dan niet, dan hoef je ook niet te komen uithuilen. Dat denk ik dan. Ja, maar ik dacht echt, ik geloofde echt dat het... Ja. There you go. Je zegt het zelf, je geloofde. Dat is altijd een slecht plan. Ik geloofde dat hij wel de goeie was. Natuurlijk niet. Ik zag het meteen. Ja. Nee, ik denk dan als je zegt bijvoorbeeld, je lichaam is, neem eens aan. Want jij bent is niet ziek. Ja, dat geloof ik als jij het zegt inderdaad. En als ik mee, maar ik voel het natuurlijk niet zoals jij het voelt. Dus dan voelt het voor mij een beetje nep, omdat... Intussen, er wordt alleen maar op waarheid gewezen. Maar er wordt niet gezegd dat je dit moet vinden. Dus het telt alleen als je het eruit niet zegt. Als je het echt voelt, maar ja. Nou, of ziet. Of weet, net hoe je dat uit wil drukken. Maar het is niet iets om in te gaan geloven of zomaar te roepen. Dat slaat nergens op. Nee, want jij gaf dat voorbeeld van je
je bent niet je lichaam, je voelt waar je zit en zo. Dat kan ik volgen, maar verder voel ik het gewoon niet. Wat niet? Ik weet dat ik dat lichaam niet ben, maar ik voel mij wel het lichaam. Is dat echt zo? Ja, doordat je wat is die oefening die je straks met iemand deed, dan ga ik inderdaad mee. Ja, dus op het moment dat je echt gaat checken, ja, dan denk ik dat het heel moeilijk is om te gaan zeggen, ik ben het lichaam. Nee, ja. Als we het niet checken, geloven we dat. En dat is met alle onwaarheden zo. Als je die niet tegen het licht houdt, dan lijken ze echt. Maar op het moment dat je een onwaarheid benadert en je onderzoekt het, je gaat ermee worstelen als het ware, dan flikkert het uit elkaar. Het klopt niet. Ja, maar ik heb het idee dat dat 10 keer aan elkaar moet flikkeren. Ja, nou, so be it. Voor mij dat 100 keer. Net zo lang tot het glas helder is. Je ziet ook steeds meer dat je gedachten, al op heel simpel niveau, je gedachten niet kloppen. Alleen al dat je iets ziet, dat je een hert ziet en het blijkt een hond te zijn. Of, alleen al dat soort dingen. Dus dat soort dingen zie ik heel vaak, steeds meer. Mijn meningen, alles. Mm-hmm. Maar dan durf ik nog niet te zeggen van dat ik weet dat ik mijn gedachten, weet je wel, alsof ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Ja. Dus dat is het enige. Ik zie dat ik me vergis, maar dat is alles. Goed. En het is ook vrij helder, dat gedachten die komen maar gewoon langs, want dat heb ik vaker geroepen en zo kun je het checken. Als jij werkelijk de maker van jouw gedachten was, dan zouden jullie allemaal nu hier kunnen bepalen wat je over 1 minuut en 14 seconden denkt. Ja. Well, you cannot. Je bent gewoon een soort lamp en daar verschijnen gedachten voorbij, ja. Ongevraagd. En dan weer een gevoel, en dan weer een fysieke sensatie, en dat is allemaal even in beeld. Maar het is van niemand. Er is daar ook niemand. En op het moment dat iemand dus, daarom raadde Ramana dat ook aan, oké, je denkt dat je een zelf bent of hebt, zoek hem dan. Op het moment dat je de ik gaat zoeken, kun je hem niet vinden, er is niemand thuis. Het is gewoon een lege huls. En dan borrelen wat gedachten en gevoelens en beelden en associaties op. Maar er is niet iemand die dat doet. Er is niemand die aan de knoppen zit. Er zijn geen knoppen. Het is leeg. Nou, op het moment dat we dat werkelijk gaan onderzoeken, wordt dat ontdekt. Misschien moet je dat inderdaad 10 keer zien, misschien moet je 100 keer zien, misschien 1000 keer. Net zo lang, until it sticks. En dat ging hier niet anders. Ik ben niet zo speciaal of zo van dat 1 keer gezien, klaar. Nee, dat moest langs allerlei kanten een heleboel keren opnieuw benaderd worden. Weet je wel, en steeds proberen het systeem de boel weer dicht te metselen. Om je weer terug te krijgen in die ego-waan. Alleen, het lukt steeds slechter. Het wordt een steeds meer rommelende constructie en ja. Op een gegeven moment liggen die brokken daar zo en ja, het gaat niet meer. Maar die ego-lijm, zou ik maar zeggen, of die neiging om het weer in te kapselen, is vrij taai. En Hans, voor het bewustzijn heb je natuurlijk wel leven nodig. En als je nou het leven kwijt blijft te raken, dan is het toch eigenlijk ook wel heel... Dan is die angst toch dat een heel normaal gevolg. Ja, voor slaapwandelaars wel, ja. Dus voor mensen die denken het lichaam te zijn, is het heel normaal om bang te zijn. Maar als je nou alleen bewust bent, je bent alleen bewust als er leven is. Als dat leven niet meer is, dan is er ook geen bewustzijn meer. Dat klopt. Ja. Maar bewustzijn betekent nog niet per se angst. Die treedt pas op als er identificatie is. Dus er zit voor mij een verschil in de wil om te zijn, wat gewoon inherent is aan leven. Die wordt pas een angst als die een keer over de kop gaat.
En dan wordt het de angst om niet te zijn of de angst om te sterven. Dus alles wil leven. Dieren willen ook leven. Maar op een gegeven moment voelen ze gewoon dat het klaar is. Ze gaan gewoon, gaan niet jammeren, ze gaan gewoon leven. En let go. Dat voelt voor mij natuurlijk. Wij zijn de enige diersoort die daar zo achterlijk over doen. Ik vind het wel raar. Maar het is wel zo dat het dan verdwijnt. Ja, uiteraard. Ik heb ook nooit gezegd dat dit de realiteit is. Nee, de realiteit blijft natuurlijk. Ja, precies, maar die kun je niet zien. Het is niet voor niks dat we dit het spel van bewustzijn noemen. Spel. Alsof. Het lijkt allemaal echt. Realiteit is dat waar wij voor komen. Ja, de absolute, dat is de realiteit. Dit is een bewustzijnsspel. Het is super dichtbij, want als je bijvoorbeeld heel hard je teen stoot, dan is er ook iets waar dat in is, die yes. Pijn. Sure. Maar dat is nog steeds bewustzijn, niet het absolute. Nee. Maar goed, dat is wel elk moment daar. Zolang er leven is, ja. Ja. Verschillende types bewustzijn. Als er een hond is, die heeft een ander bewustzijn. Nee, er is maar één bewustzijn. Er zijn wel verschillende soorten neigingen. Of karakter, zo je wil. Andere vormen van die bewustzijn aan. Ja, maar het is hetzelfde spul. En het is simpel omgezet voedsel. En zolang dat ding in staat is om voedsel te processen, blijft het kaarsje, het vlammetje, bewustzijn, branden. En op het moment dat het dat niet meer kan processen, dan hebben we een lijk. Als ik het goed begrijp, dan het lichaam gaat door de bewustzijnsweg en finished over. Ja. Dan ben je weer in exact dezelfde staat als 3 minuten of 300 jaar of 3000 jaar voor je conceptie. Oftewel, leven is een hele korte onderbreking. En het is er nooit eerder geweest of het komt nooit terug? Niet jij. Er is nu al geen jij. Dus er is geen terug. Maar het bewustzijn natuurlijk. Dat bewustzijn, hè? Nee. Sterker nog, we kunnen ons afvragen of het er nu wel echt is. Dus I am, of bewustzijn, is het meest echte wat je kunt vinden terwijl je in leven bent. Desondanks kunnen we ons afvragen of het wel echt is. En dan bedoel ik niet intellectueel afvragen, maar door zo erbij te zijn, zal ik maar zeggen. Door zo dat bewustzijn te zijn, dat het zijn geheime prijs geeft. En is er een bewustzijn en een hoger bewustzijn? Nee. Alleen in de spirituele brugklas. Dus I am, wat bewustzijn is, kan allerlei vormen aannemen. Van heel gecomprimeerd tot heel ruim. Dan noemen we het kosmisch. Maar dat zijn allemaal tijdelijke toestanden en manifestaties van één en hetzelfde. Dus het verandert eigenlijk helemaal niet. Het neemt gewoon een andere modus aan. En dat vinden mensen echt verschrikkelijk interessant. Ik vond het interessanter om te ontdekken wat waarheid is. En niet allerlei gemanipuleerde bewustzijnstoestanden. Wat ook kan. Maar het enige wat ik daarvan ontdekte was, van ik ga hier allemaal aan vooraf. Alle gedoe. Hoe verruimd dat bewustzijn ook was, mijn ervaring was, it's not me. Het is een aandoening. Dus wat mij betreft is dat bewustzijn... Het hooggeprezen bewustzijn, ook wel bekendstaand als God. Het is de eerste leugen.
is een bak ellende. Zodra het gevoel er is, ik ben, you're basically in trouble. Kun je zeggen dat bewustzijn het gemanifesteerd is en absoluut het ongemanifesteerd? Dat kun je zeggen, dat heb je net gedaan. Ik zou het zo niet zeggen. Het probleem is dat je hier met je denken niet uitkomt. Het is ook niet relevant eigenlijk. Wat relevant is, is waar je wel bij kan. Waar je wel bij kan is I am of consciousness. Je daar vaststemmeren zou het handigste zijn. En dan kijken wat er gebeurt, wat er overblijft van identificaties bijvoorbeeld, dus dat is aan de actieve kant. Of dat er misschien een wegvallen of ineenstorten van het bewustzijn zelf waar te nemen valt. En dat heeft dus niets met denken te maken. Maar u hebt het over I am en bewustzijn. Ja, dat is hetzelfde. Ja, oké. Okay. Ja. Bewustzijn is niks anders dan de boodschap er te zijn. Het gevoel te bestaan. En de vraag is, op dit punt aangeland, we kunnen onderzoeken of dat gevoel er te zijn niet een leugen is. Want iets kan wel zus en zo voelen, maar daarmee is het nog niet waar. Hè? Dus dat is interessant. En dan gaat het helemaal niet meer over allerlei, laten we zeggen, meer psychosomatische aandoeningen. Dan gaat het over het fundament van zijn. Dat is iets heel anders. Maar we kijken er voortdurend uit. Jazeker, maar we kijken er nooit naar. Dat is het probleem. Iets waar we voortdurend uit kijken, zeg je. Ja, absoluut. Maar dat moet dus gerealiseerd worden. En als dat helder is, klaar. Maar er zitten er hier een paar die hebben dat nog niet helder. Dat kan ik zien. En dat is geen verwijt verder. Het is wel een beetje suf. Maar het is het enige. Het enige dat we niet kunnen kennen. Maar de objecten bewijzen dat het er is, dat hun bron, als ze dat zo noemen, er is. Dus zij zeggen, laten we zeggen, een halleluja voor hun bron. Ja, dat kun je zien. Ja, voor het absolute hebben wij geen zintuigen, of dat kun je niet. Ons bewustzijn kan niet bij het absoluut. Dus je kunt wel weten dat het, je kunt daar in theorie over. Nee, dit kan gerealiseerd worden. Ik heb gezien hoe bewustzijn kwam. Ik was er al voordat dat bewustzijn verscheen. Dat is de realisatie. En dat zeg ik niet om stoer te doen, maar omdat ik het gezien heb. Dat is zo. I am prior to consciousness. Dus dat hele bewustzijn met zijn verhaal en de hele inhoud daarvan, it's not me. Nee, als ik nu God wil noemen, dan zou ik even zeggen dat het absolute is God. Of. Ik zou het zeker geen God noemen, want God is het scheppende. Het absolute schept niet. I am schept. Daarom zei God ook in de Bijbel, ik ben die ik ben. Het staat er letterlijk in. Ja, dat is waar. Ja, zo staat het in de Bijbel, ja. Ik ben niet zo bijbelgevast, maar dat soort dingen weet ik wel. Hij gaf daar zijn naam. I am. That's God. Well, die ben ik dus niet. God is een waarneming. En een troublemaker. Hij had het beter in elkaar kunnen steken, zeg. Hij had het beter kunnen laten. Niet doen. En het bizarre was, dat wist ik toen helemaal niet. Jaren later krijg ik een boekje in handen van meester Eckhart. En die zegt dat precies dat. Ik was daar voordat God verscheen. Ik denk, motherfucker, kijk, daar hebben we de weerheid. Ja. Ze zijn er wel. En zeker in die tijd moest je uitkijken met dat soort teksten.
Maar ondertussen, wij arme zielen, zal ik maar zeggen. Geef je aandacht aan wat aandacht vraagt, of wat... Ja, uiteraard. Dus dat kan, dat is een beweging. Maar wat ook kan, is kijken waar die aandacht vandaan komt, bijvoorbeeld. Terug. Doordat het oplost in een soort black. Waar we iedere nacht ook eigenlijk heen gaan. Hè? En graag ook. I am is gone, ego gone, alles waar je van houdt, gone, alles wat je vreest, gone. Heerlijk. Dan zeggen mensen nog van, ja, ik kan dingen niet loslaten of zo, roepen ze dan. Dat doen ze iedere nacht, de hele klerenzooi. Het probleem is alleen, dan staan ze weer op 's ochtends. En dan pakken ze die hele rotzooi weer op. Met hetzelfde enthousiasme. En dan gaan ze weer vrolijk weer naar de dag leiden. Ik begrijp het niet. En dan precies dezelfde shit ook, hè. Dus niet de helft laten leggen zo van, ja, dan ben ik nou wel zat. Nee, dat is van mij. Dat definieert mij. Weet je wel, dus ik ga weer mijn verleden waarin ik mishandeld ben. En niet begrepen bovendien. En daar gaan we weer. Je zou ze er allemaal doodknuppelen. Maar dat mag dan weer niet. Dat is wel kloot hoor, dan heb je die vrijheid gerealiseerd, je mag nog eigenlijk niks. Een beetje jammer. Het is wel verbeeld dat het lichaam zoveel aandacht vraagt. Nee, ik vraag helemaal geen aandacht. Je heeft honger. Ja, dan stop je er wat in en that's it. Valt wel mee, toch? Het is toch altijd iets, hè? Bijvoorbeeld de fases van je leven of wat dan ook. Het vraagt aandacht, hè, het lichaam. Toch wel. Ik vind het valt wel mee. Ik ben er niet zo mee bezig. Want als die knort, dan gaat er wat eten en je doet hem een beetje schoonhouden en zo. Als je een aanval krijgt, dan komt het simpel uit, hè. Ja, doe dan nog maar eens iets anders dan... Nee, dat gaat dan dus niet. Dus als je dus een fijne migraineaanval hebt, dan is het heel simpel. Niks anders doen dan daarvan genieten. Want iets anders gaat niet. En ik wens dat niemand toevallen, maar het wordt pas een probleem als je vindt dat het er niet moet zijn, punt 1. En als je eigenlijk vasthoudt aan, ja, maar ik had nog dit en dat willen doen. Ja, grow the fuck up. Dat gaat nu niet, hè? Dat denk ik dan. Waarbij nog komt dat in de migrainevrije toestand, waar de meeste mensen de meeste tijd in zitten... Doen ze nou ook niet van die geweldige dingen? Toch? Het meeste is tamelijk, ja, oninteressant. Toch? Dat vind ik wel waar. Ik heb het pas heel louterend ervaren, omdat ik altijd als ik er doorheen kwam, iets van een ruime ervaring ervoor, zeg maar. Okay. Dat ik weer helemaal... opnieuw schoon naar de wereld kon kijken. Oké. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm, zeker. Dus om, wat jij ook zegt, van om er doorheen te gaan, moet je gewoon echt zo ontspannen in die migraine, dat er een nieuwe schoonheid, dus dat het louterend werkt om weer het leven in te stoppen. Ja. En mooi dat je het zegt dus, en dan zie je dus weer, lijden is dus niet wat er is, maar het verzetten ertegen. En dat schoonmaken kan alleen gebeuren op het moment dat het totaal in zijn zoheid aanvaard wordt. En niet als ik er een gevecht mee aanga of in de slachtofferrol. En is het leuk? Nee, ik denk het niet. Ik heb het nooit gehad, hè. Ik wil een keer koppijn, maar dat is meestal mijn eigen schuld. Ja.
sneller in ontspannen. Hoe ervaar jij als je droomt? Mijn dromen die zijn ongeveer net zo saai als mijn dagelijkse leven. Er gebeurt eigenlijk gewoon helemaal niks. Er lopen meestal wat mensen rond en die moeten dan wel van me of zo. En dan begrijp ik de halve tijd niet echt wat ze zeggen. Of ik dacht van, wat doe jij hier nou weer? Komt er een ex voorbij wandelen even zo? Oh, oké. Nou, die is dan weer weg. En dan, ja. Er gebeurt niks, er zijn geen diepere betekenissen, er zijn geen demonen of... Misschien worden in de film, maar... Ja, gewoon net als dit. Een beetje beeld zo. En... Mijn dromen zijn gewoon, voor zover ze al geregistreerd worden, totaal betekenisloos. Vroeger, toen ik nog dacht iemand te zijn, had ik wel belangrijke dromen. Dus nu is er al niet de beleving dat dit leven van mij is, of over mij gaat, of whatever. Dat is er 's nachts ook niet. Maar vroeger, toen ik dacht iemand te zijn, had ik angstdromen en voorspellende dromen en diepzinnige dromen en... Oh, dat is logisch, want ik was aan het dromen. I was asleep, right? Zowel overdag als 's nacht. Dus had er alles mysterieuze, diepe kanten. Als je, dat is een van de nadelen, als je wakker bent, dan droom je dus niet. En ik bedoel niet 's nachts dromen, maar je hebt geen dromen. Er zijn dus ook geen betekenissen, snap je? Er is geen mysterie, er zijn geen diepere lagen, er zijn geen... Het is doorzien. Nothing mystical about it, zeg maar. Dat is een van de onthutsende side effects van wakker zijn. Dat het dus niet slapen is. Dus bij ontwaken, een van de nadelen daarvan is dat je dus de fascinatie met jezelf kwijtraakt. En niet dat er een aversie komt, helemaal niet, maar het is gewoon basically leeg of schoon. Ik heb niet de indruk dat die Hans-figuur zeg maar interessanter is dan onze hond. Ik vind die hond ook consequenter in zijn gedrag eigenlijk. Hij is ook vriendelijker. Hij is echt een toffe gast. En dat kun je van Hans niet zeggen. Ja, kun je wel zeggen, maar ja, klopt niet, hè. Wat zeg je? Nee, dan moet ik daar ook nog voor zorgen, hè, alsjeblieft. Ik heb al een week op hem moeten passen toen Kasia weer in Schotland door de bergen rende. Dus, na een week dan ben ik hem ook wel weer zat, hoor. Het is wel een goede gast, maar ik niet, snap je? Dus, hij doet nooit iets verkeerd, maar dan heb ik toch af en toe zoiets van... ga zo weg, man. Dat doe ik niet, hoor, man. Ik ga even een sigaretje roken, dan kom ik weer terug, goed? Ja, tuurlijk is dat goed. Wie houdt me tegen? Even terugkomen nog op dat dromenverhaal. Advaita gaat eigenlijk over zelfmoord. En daar is dus staat haaks op de fascinatie voor het zelf. Snap je? Dus je hebt, de meeste spiritualiteit is gecentreerd allemaal om dat zelf. En dat is om het in stand te houden, om het leuker te maken, interessanter. In feite het te doen groeien, spirituele groei. Weet je wel, persoonlijke groei. Dan groeit de persoon dus. Bij Advaita gaat het om net iets anders. Het gaat om het doorprikken ervan en dan verliezen we de interesse erin.
En dan gaan we ontdekken, of dan kunnen we ontdekken dat dat hele zogenaamde zelfidee of gevoel alleen levend blijft als je het constant voedt. Het bestaat namelijk niet op zichzelf. Dus de interesse erin is nodig om het vliegwiel gaande te houden. Maar op het moment dat dat stopt, flikkert het in elkaar. Het ware zelf is namelijk dat er geen zelf is. Er is dus geen waar zelf. Zo kun je het ook zeggen. Maar we maken hem waar door het de hele tijd te herhalen en het erover te hebben en ons erin te verdiepen en de geschiedenis ervan te analyseren en het met elkaar te bespreken. En nou, dan kun je dus inderdaad nog een droomuitleglaag aan toevoegen. Je kunt er allerlei dingen aan toevoegen, snap je? En die fascinatie is precies wat het dus draaiend houdt. Oh, ja. Enneagrammen, tarotkaarten, hele winkels vol, hè, met van die stuff. Die dan niet op bedoeld is to get you out the dream, maar to help you keep dreaming. Dat is niet slecht, hè? Ik bedoel, maar als het over waarheid gaat, is dat precies het verkeerde. Dat moet af, daarom roep ik altijd, de spirituele weg is er een van weg, weg, weg. Terwijl de persoonlijke spirituele groei is erbij, erbij, erbij. Ik word steeds immenser. Ik ga een hele spirituele laag eraan toevoegen. Dus onderzoek in de zin van wat is waarheid is iets heel anders dan hoe zit mijn persoon in elkaar en hoe is die zo gekomen en hoe kunnen we die uitbouwen en verrijken. En het zijn twee totaal verschillende bewegingen. Eentje is in de droom en om de droom dus gaande te houden en uit te breiden. En de andere is het doorprikken van de droom. Het doorprikken van die droom. Dus mijn ervaring is dat ik tijd bezig is met Jack McKenna. Het is vrij radicaal. Ik wil best wel een rauwe periode door of zo. Omdat dat hele verhaal van elkaar stort. Yes. Daarom is dat meestal niet zo gezellig als we soms horen. En heb ik ook altijd geroepen dat ik minstens 10 jaar nodig had om eraan te wennen. En dat was lastig. Ja, dat was 7 jaar. Ja, oké, fair enough. Je komt er doorheen. Ja. Ook daar gaan gewoon nog dingen verder eraf. Allerlei restjes, stof. Op een gegeven moment, hoe vervelend het ook kan voelen, alle dingen die worden een hulpmiddel om dat wat er nog zit in het systeem eruit te krijgen. En daar is nogmaals niet per se van. Sommige dingen wel, dus gewoon die vallen uit elkaar en dan denk je, hè, dat is mooi. En andere dingen, daar blijk je aan gehecht. En dan dat gevoel van rouw vind ik er mooi. Ik had op een gegeven moment een keer een ervaring, jaren geleden, en ineens was er heel veel verdriet enzovoorts, weet je wel. En Hattie, mijn toenmalige partner, die had zoiets van, wat is er aan de hand? Ik zeg van, nee, dit is helemaal goed hoor. Maar het voelt alsof iets wat 30 jaar bij me was, dus een goede vriend van 30 jaar, weet je, alsof die doodgaat. En het is goed dat hij doodgaat, hij moest ook weg, weet je wel, maar ik was een uurtje, ontroostbaar. En tegelijkertijd was er de wetenschap, dit stuk van die ijsschot, zou ik maar zeggen, moet er afbreken. Het is goed, dat wist ik ook, but it hurt like hell. En zo flikkeren er af en toe van die grote stukken en dan geeft dat inderdaad een gevoel van rouw en dat moet verwerkt worden. Ja, rouw, kwaadheid. Ja, dat kan. Dat kan. Over het feit dat je de maan bent genomen. Oké. Ja, dat kan. En hoe vollediger dat ervaren kan worden, hoe makkelijker het is. Maar enige verontrusting, zal ik maar zeggen, is niet vreemd.
Nog meer? Dankjewel. Gisteren in Leuven hoorde ik mezelf zeggen tegen Marianne, hou eens even op met je, kijk uit, pas op. Ik word ervan overprikkeld. En in ene doorzag ik dat ik dat niet mag zijn. Ah. En dat kwam gisteren natuurlijk ook al voorbij, je bent wat je bent. Ja. En ik ben sterk en krachtig en ik ben echt niet overprikkeld, ik kan alles aan. Nee, geen van ons. We doen ons geweld aan. Het lijkt wel alsof het veel steeds gevoeliger wordt. Yes, of course. Kut. Nee, helemaal niet. Vanmiddag. Ja, ja, tuurlijk, natuurlijk. Maar dat bijstellen is alleen maar gunstig. Wij maken ons constant wijs dat we alles maar aan moeten kunnen. Ja. Het is niet voor niks dat er zoveel pillen verhandeld worden to keep people going. We zijn fucking stressgevoelig. We kunnen er helemaal niet tegen. En wat we allemaal normaal vinden, dat kunnen we dus ook niet tegen. Everybody's fucking raving mad. Als je het mij vraagt. But we keep pushing it and keep going. Ik kan dat niet. En dat wil niet zeggen dat jij of ik niet sterk zijn. Maar sterk zijn en je systeem geweld aandoen, dat zijn twee heel verschillende dingen. Juist sterk zijn, op een gegeven moment als dat gaat draaien, dat betekent tot hier en niet verder. Ik doe dit niet. Yes. Zoals ik op een praktisch niveau mijn leventje heb ingericht, kan ik het aan. En dat betekent dus dat ik uren nodig heb 's ochtends om zeg maar te incarneren. En ik doe dus 's ochtends geen werk in de zin van geen sessies. Ik doe er hooguit 2, maximaal 3 op een dag. En dat maximaal 4 dagen in de week. En dan af en toe een weekend of een satsang of dat soort dingen. Want meer kan ik gewoon niet aan. Anders gaat het me ook niet lukken om met werkelijke aandacht hier bijvoorbeeld of in een sessie aanwezig te zijn. En er meer doen, dan ga je meer verdienen. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar dan begint het op werken te lijken, dan begint het op geweld te lijken. I'm not doing it. Want anders maak ik het systeem kapot. Ik trek het gewoon niet. Nou, dan gaat het leven zich aan mijn zo zijn aanpassen, niet andersom. Niemand is mijn baas, niemand is mijn, hoe zeg je dat? Ik heb geen slavendrijver nodig. Dus was het gewoon, nee, dit doe ik niet, nee, dat doe ik niet, dit kan ik handelen, dat kan ik handelen. Good. En dan moet dat maar genoeg zijn. Want ik hou van space in mijn agenda. Ik hou van uit het raam kijken. Ik hou van dom een pijltje in een bord gooien. Of een boek lezen, of de hond kribbelen. En kalm aan. Gewoon start die dag op en dan babbelen we wat, kopje koffie, we kijken in de tuin. Zit een beetje te prutsen in de grond. Kalm aan. En de hele wereld die da 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 da. Scoren, scoren, meer, 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 meer. Ja, doe maar lekker, maar ik doe niet mee. En dat hoef jij dus ook niet. Nee, dat heb ik ook nog. Ja. Good for you. Wat je jezelf dan wat aandoet, hè? Of yes. Weet te comprimeren en de keuze wel even te passen zonder dat ik het in de gaten. En als wij dat dus zelf doen met onszelf, ja, dan doen we dat dus ook met anderen. Ja. En die vertellen we de hele week, de hele tijd van, ga door, ja, nog meer. 24 uur economie, halleluja, oh geweldig, geweldig. Fucking idiot.
Dus mijn tip is altijd van, stel je nooit op als slaaf. Ook niet als tiran trouwens, dat is ook een slecht plan. Dat is hetzelfde. Je weet zelf donders goed wat je wel en niet kan handelen. Weet je wel, en die wereld die past zich daar maar op aan, niet andersom. En dan betekent het dat je misschien geen BMW kan kopen, ja. Mocht je dat al willen. Ik heb liever geen BMW en ruimte in mijn agenda dan wel één. En dat ik net als toen op de horizon op een gegeven moment gewoon niet eens wist hoe ik bij de school moest komen om de kinderen daaruit op te halen. Ik kon amper lopen. Dat heb ik zelf gedaan. Altijd maar ja. Ja, ik kan er nog wel bij. Ja, ik kan er nog wel bij. Hans, heb je... Ja, tuurlijk. Doordat er alleen nog maar spirituele energie was, geen enkele vitale energie. Body was basically dead. Brilliant. Ja, ik verdiende wel meer dan nu. Dat dan weer wel. Yay. Ja. Bij mij komt er dan soms zo'n stemmetje van, ik zal mij maar wat super opstellen, want anders vinden ze dat ik niet super genoeg ben. Ja, dat bedoel ik. Dat is de slavenmentaliteit. Alles heeft consequenties. Dus je aanpassen en je dus als slaaf opstellen heeft consequenties. Voor jezelf gaan, whatever that may mean, heeft ook consequenties. Altijd. Dus dat is oké. Maar ego die heeft altijd, dat heb ik eerder gezegd, van die halve boekhoudingen. Hij vertelt je wat je allemaal kwijtraakt als je niet meedoet en weet je wel. Maar hij vertelt je niet wat je kwijtraakt door de hele tijd niet te luisteren en door onnatuurlijk te leven. And you're gonna pay. En dat heeft uiteraard weer veel meer met volwassenheid te maken dan met awakening. Maar hoe dan ook, vrij belangrijk. Als we dan toch al denken dat we dat ding zijn, waarom gaan we er dan zo raar mee om? Waarom jagen we het zo op de hele tijd? Voor later? Ik heb liever nu een fijne dag. Niet als ik 68 ben. Of whatever. Weet je wel, nu. I want to have the best possible day now. En in beleving is iedere dag voor mij een compleet universum, een compleet leven. Every day. Is een geheel. En dat vult zich moeiteloos als je niet de hele tijd zit te duwen en te trekken en aan wiens targets dan ook moet gaan zitten voldoen. Zelf bedacht of opgelegd. Fuck that. Weg met targets. Maar goed, er zijn mensen die er anders over denken. Degene die aan de macht zijn, bijvoorbeeld. Ik vind dat wel onvermijdelijk dat wij toch allemaal dat moet eerst helemaal te ver gaan om te leren. Vaak wel, ja. Ja. Een beetje jammer, hè? Maar we worden ook gewoon letterlijk voortgestuwd. Van meet af aan, hè? Vanaf dat we zo hoog zijn, is het al van, je wordt die klasse ingejaagd en je moet dit en je moet dat en scoren, punten, whatever. Meten. Iedereen rijdt er bang om buiten de boot te vallen. Want in de boot is goed, eruit niet. Niemand weet meer waarom, maar je moet ja, daarheen. Er is fucking weinig nodig, gewoon op een relatief niveau om een goede dag te hebben. Dat is namelijk gewoon zijn en daar graag een beetje bewust van zijn. Een beetje bewustzijn van bewustzijn. Dan hoef je niet eens verlicht te worden, weet je, dan kun je al die ellende jezelf besparen, maar gewoon een beetje bewustzijn van bewustzijn. Right here, right now. En dan eens kijken wat leuk of nuttig lijkt om te doen. Wat zegt, daar hadden we het al over, zichzelf gewoon aanwijst. Van joh, dit kan of dat. Gewoon, iedere dag have the best possible day you can get. Why not? Of ga je iedere dag de meest kloterige dag verzinnen en dat dan herhalen? Maar ik heb wel het gevoel dat ik een stuk oppervlakkiger geworden ben. Is dat zo? Dat ik dus, ja, ik was gewoon heel gecompliceerd.
En dat, ja, nu is het leven toch vrij simpel. Ja, maar dat is niet oppervlakkiger, dat is eenvoudiger. Eenvoudig, ja. Dat is iets anders. Oppervlakkig is ondiep. Er is gewoon minder chaos. Ja. En dat is fantastisch. En dan wordt leven inderdaad eenvoudig. Ja, yeah, good for you. We kunnen even gaan party crashen natuurlijk. Kom. Of allemaal heel streng zo langs de muur gaan staan en kijken. Zo. Allemaal afkeurend kijken. Dat is leuk. Vinden mensen niet gezellig? Ik wel, vind ik leuk. Gewoon voor het experiment. Dat doe ik soms ook in de supermarkt. Dan ga ik zo heel iemand gewoon een wildvreemde heel lelijk aankijken. Dat is echt dat is heel grappig. Maar dan, wauw. Wauw. Tussen die schappen, weet je wel, erachteraan. Wat? Dat doe ik niet over. Het zou zo maar kunnen. Ja. Ik denk dat ik het wel ga doen. Dat is wel een goed idee. Dat vind ik echt zo'n kutmuziek. Hè. Dat komt ook omdat ik niks met dansen heb, denk ik. Misschien moet je jouw kleren opzetten dan. Dat is geen goed plan. Die kleren, daar worden ze niet blij van hoor. Nou, wat ik wel al zei, en die was dus ook van hem, van leven is alsof. Dus hij zei ook bijvoorbeeld van buiten afgezien lijkt het alsof ik prima met mensen kan omgaan. En lijkt er ook een soort contact en zou je zelfs kunnen denken dat er een vorm van communicatie is. Maar het is allemaal alsof. In feite heb ik niets met ze gemeen. En hij zei nog wel eens wat aardiger dingen. Hij zei dat hij vond mensen niet per se heel vervelend of zo. Hij vergeleek ze met hinderlijke vliegen. Dat soort teksten hoor je heel weinig in de spirituele... En als zijn vrouw overleden was, een tijdje later vroegen ze hem, gaat je niet hertrouwen? En zei, nee, nu ben ik met de vrijheid getrouwd. Ja, precies. Ja. Ik dacht dat mijn vrouw dood ging, trouwde ik de vrijheid. Hij vond het prachtig. Ja. Niks geen liefde en compassie. Is er iets wat je opvangt, waardoor het iets minder erg is dan dat het in werkelijkheid is. Op de een of andere manier word je dan toch beschermd, zodat je het net aan kan. En wat voor pijn hebben we het over? Dat je eigen spiegelbeeld kijkt, wat je zelf gecreëerd hebt. Okay. Waar je eventjes meer of minder helemaal niet mee bent.
En dat is tegelijkertijd, hè, die twee kanten, dat is het grappige. De spiegel, dat is de reflectie en wat daarachter zit. Dat wat ziet. Die beweging. Ja. Het wordt dus ook pas echt vervelend als we dat wat ziet uit het oog verliezen. Ja. Want dan ga je er helemaal in kruipen. Ja. En dat is voor mij een soort leerproces van, om dat te herkennen van wanneer dat die neiging is om naar voren toe, dat ik veel. Ja. Dat is er ook. Ja. Dat was er eerst. Ja, altijd. Dat lijkt alsof. En dat is eigenlijk waar de echte aantrekkingskracht naartoe gaat. Of vandaan komt, moet ik het zeggen. Nou, hopelijk naartoe gaat inderdaad, want getraind hebben we om er vandaan te gaan. Ja. Altijd forward motion. Ja. Ja, dus een soort een stuk bewustzijn te maken om dat te herkennen. Ja. Dat, ja, zoiets. Om in die openheid van voelen juist dat te ervaren. Nee, ervaren, te herkennen. Ja, daar te wonen. Wonen. Yes. Ja. En op een gegeven moment dan de standvastigheid ontwikkelen om voor niks en niemand daar vandaan te gaan. Ja. Stand your ground, dat was er ook eentje. Als je iets hebt ingezien, dan is het dat daar stand your ground. Verpruts het niet gelijk weer. Voor iets anders. Stay there. Own it. Dan worden we sterk op een andere manier. Niet sterk om bullshit vol te houden, maar juist anti-bullshit. En er ontstaat op een gegeven moment, maar dan moet er dus eerst wat herkenning zijn al. Dus dat virus moet al bezig zijn. Maar dan gaat er iets helpends ontstaan. Namelijk dat steeds meer, als we ervan verwijderd raken, gaat het steeds meer zeer doen. En dat is vervelend, maar dat is heel gunstig. Eigenlijk, zodra inderdaad er op dat level pijn is, dan moeten we dat niet gaan analyseren, maar... Je bent van thuis afgedreven. Terug! En dan kan nog gekeken worden of er iets mee moet. In 8 van de 10 gevallen flikkert het gewoon al uit elkaar. Omdat je je verplaatst. Omdat je weer terug gaat. Maar aanvankelijk zijn we zo onbewust. We merken niet eens dat we... vrijheid, zeg maar, de rug toe hebben gekeerd. Maar op een gegeven moment ga je dat wel merken. En het fucking hurts. Dat is een good pain. Terug. Geef het niet uit handen. Nergens voor. No woman, no child. Dat zongen wij altijd. Om de Bob Marley fans te irriteren. En de vrouwen. Pardon? En de vrouwen. Uiteraard, ja. Moet je altijd irriteren. Alright, ik heb er genoeg van. Dankjewel.